Stier, leuk dat je weer kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. Deze week dus inderdaad voor de stier, week 7, maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari. Als ik de kaarten schud om te kijken wat deze week in jullie horoscoop staat, dan krijg ik daarbij de volgende kaarten. De 9 van zwaarden, de koningin van staven en de gerechtigheid. Ik trek daarbij het oordeel en als ik dan de kaarten zou uitleggen voor de komende week, dan zou ik zeggen dat er misschien even iets is gebeurd waarbij je eigenlijk het gevoel hebt van, ja, dat is allemaal buiten mij omgebeurd. Het voelt niet echt fijn. Het is niet iets, een beslissing die jij zelf hebt genomen. Het kan meevallen. Hè? Het kan ook echt zijn dat je er echt wel even over nadenkt, dat je denkt van, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Maar goed, ook wat er ook gebeurt, je gaat er in ieder geval zelf iets aan doen. Je onderneemt meteen actie. Om, ja, om in ieder geval te redden wat er te redden valt. Dit gaat je eigenlijk goed af, omdat je er gewoon op tijd bij bent en omdat je er goed over nagedacht hebt. Dus al met al valt het op zich mee, maar dat komt echt doordat je zelf die actie neemt. Ik zou zeggen, weer heel erg bedankt dat je gekeken hebt naar deze week horoscoop voor de stier. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt en ik zie jullie volgende week weer terug.